I have it. Kom, Vincent. Ja, ja. Oh. Met een stem en daarbij. Hallo allemaal, welkom bij dag 3 waarin wij de kat gaan wegbrengen. Het wordt een zeer epische tour door stad en land. Zeker. Zeker. Dit is voor de Banjo Studio. Oh goh, je hebt hem de grap voor ingereden. Rick en, Jordi en Vincent verneuken de boel erachter een beetje. Terwijl wij hier al papieren hebben dat we eindelijk van die vervloekte kast af kunnen zijn. We hebben besloten om hem niet te dragen. Niet te dragen. Dacht, we hebben besloten om hem naam te geven, weet je zo. We hebben besloten hem kaas te noemen. Geloof mij Rick, als wij dingen een naam geven, zetten we de Banjo voor. De Banjo kast. Banjo kast, ja. Confirmed. De confirmed, bam, dat is hem, de Banjo kast. En wie zit er op de kast? Jordi. Tuurlijk, hij hoort eruit te komen, hè. Nou, in ieder geval dag 3. Het begint leuk. Rick is erbij. Wij gaan de kast wegbrengen en we gaan naar kantoortje, studioruimte toe. Godverdomme jongens! Een leuk ding om te vertellen is dat de bedrijfsleider naar mij toe kwam omdat ik met de camera stond. En wat vroeg hij mij? Ah, jongens, wel was erbij. Ja, ik was erbij. Ja, hij was erbij. Hij vroeg, zijn jullie aan het opnemen? Nee, we waren niet aan het opnemen, want we waren al klaar. Dus de hele camera stond vol met IKEA beelden. Mag niet opnemen in IKEA? Nou, wisten we niet. We waren al klaar, dus ja. De beelden zijn al binnen. De beelden zijn... Ik kreeg wel meteen weer een flashback aan die keer dat ik met Bardo in het Diep Museum was. En dat die man, oh ja, opgenomen, alles weg. Ik voel dat aankomen. Hier met die camera, waar zijn de filmpjes? Te zien. Maar even niet gevraagd. Dan was ik een leugenaar. Ik ging gewoon weer weg. Ja. Sorry meneer. En dan kwam er bij zo'n man, en weet je, de kleine man, die kwam langs, die zei een keer, dames! En die werkte daar, dat zei tegen de medewerkers. Pimps bij IKEA. Je weet hoe het gaat. Ja, je hebt pimps daar. Yes. Moet je ook weten. Okay. En de lokale drugsdealer weer. En de lokale drugsdealer. Dat zijn die dingen. We gaan naar het station toe en ik denk dat we de metro pakken, want dat is sneller. We hebben de kast afgeleverd. Dus ik hoop dat het goed gaat. Dat het niet een random man was die onze kast niet meegenomen heeft. Dat zou leuk zijn. Dat zien we straks wel. Metro is hetero. Oké, dag dos. Dat doe ik het toch zo ook. Godverdomme. Kan jij dus? Okay. Zeg het. En we zijn bij... Dag 3, nog steeds. Je zou het toch niet, oké. Nee. Auto. Jordi. Kuit, auto! Kuit! Wow! Oh, genade. Jordi, zo. Je hebt mijn leven gered. Oh nee, geef je redder een kus. Geef je... Now it just got gay. Oké, maar wat we eigenlijk wouden voorstellen. Ik ben op die bank geklommen, ik heb Vincent erop geholpen. Nu moet Rick erop. Kijken of het hem gaat lukken. Kijken wie er zijn er is, Jordi of Rick. En binnen hoeveel seconden? Nee. Kut. Vincent, help me! Nee! Ah! Dat lukt me niet meer! Ja! Hallo! Pas op, je zit water! Ik ben opgeschreven met een stel kinderen. Vincent, doe het nou via die rand. Spring op die rand en trek jezelf op. Lukt dat man! Lekker! Jori! Jori! Mooie man! Deze man is mooi! Jori! Kom op Jori! What you doing? Dat je gaat op! Dat helpt! Kom op! Le Français, kom maar op! Jori, kom maar op! Op die banken! Trek op! Ja! Oh, de bank zat in! Oh! Een mooie reet! Nee! Ga weg, jij moet weg! Oké, dan niet, anus! Hoe kun jij 500 kilo nou omhoog trekken? Wat is jouw idee daarvan? Nee, maar dat is echt goed! Fucking! Auw! Ik sprong vol op de stoeprand, zeg maar. Oh, achter jou gaat Rick het in één keer doen. Je moet proberen gewoon met je kruis erboven te komen, dan kun je gewoon een beetje met je benen. Okay. Doe het straks één keer via die zijkant anders. Ja, je faalt toch wel. Ik heb hem gehaald net in één keer. Nu doet hij het ook in één keer. Nu ga jij het ook in één keer. Godverdomme. Jongens, we gaan richting huis, want we hebben de IKEA-kast gehaald. En die wordt nou bezorgd bij ons, gelukkig. We hoeven niet met die planken te sjouwen. Plankenkoorts. We moeten hem zo meteen door de fucking kleine gangetje dragen. Jij moet dragen. Nee, jij. Al afgesproken, een deal, getal onder 5, jij wist hem niet. Getal onder 5? Ja, weet ik niet. Onder de 5? Onder de 5? Onder de 5. 4. Nee, onder de 5. 4 is goed. De fout is goed. Hij moet dragen, we hebben afgesproken, jij moet dragen. Oké. Zo mensen, leuk dat je kijkt weer en we hadden een productieve dag, toch Jordi? Ja. Waarom lach je? Rick? Houd mijn hand vast.
gel. Oh, mijn billen. En nou, we gaan nu lekker genieten van een Burger Kingetje. Dat gaat wel in, toch? Ja, ja, tuurlijk, altijd. Want taste is king. En 2 euro? Menu. Lekker? Nee. Voordelig? Matig. Voordelig wel, lekker nee. Zo'n kleine shake. Ja, zo'n kleine. Wat ga je nemen? Wat ga je nemen? Wat? Wat voor wat lekkers ga je nemen? Zo'n kleine pen. Ik kan het niet meer. Jij houdt toch van milkshakes? Die trap in je mond. Ik moet iets hebben nu. Nou, dus gelukkig hoeven die planken niet te sjouwen en dat wordt beloond met wat deze. Wat handig is om te vertellen, morgen op dag 4, dan gaan we op weg naar het kantoor en de studio. Dan gaan jullie het voor het eerst zien. En dan vrijdag, dan hopen we de kast binnen te ontvangen. Overmorgen. En dan komt Bardo eindelijk uit de kast. Oh, wat wordt dat mooi.